Als ik uit het westen kom, kan ik mijn ogen dicht doen. Dan voel ik wanneer ik de grens met Drenthe overga. Dat voel ik gewoon. En dan voel ik me heel erg lekker ontspannen weer. Hier kom ik weg. Hier steht ons huis. En blijkbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Wilhelminastraat 12. Het huis waar ik mijn eerste dagen heb doorgebracht. Nou, ik was nog geen 4 pond ook geboren werd, dus ik lag direct in zo'n glazen bakje hier. En toen ik eindelijk naar huis mocht, was het naar dit huis. En daar hadden ze me boven in bed gelegd en een lekker kruikje erbij voor die jongen. Je weet het wel, zo'n metalen kruik met zo'n sok eromheen. Nou, en die is gaan scheuren, terwijl iedereen beneden was. Dus ik ben lekker gaan koken daarboven. En mijn hele been verbrand. En toen lag ik weer in het ziekenhuis, dus het duurde even voordat ik gezetteld was hier. Dat klinkt niet als een succesvol begin. Ja, wel. Ik heb het gered. Dus een strijdbaar begin. Het is altijd wel knokken geweest. Ik kan wel goed knokken. Ik kan wel vechten voor iets of zo. Dat is er wel in gebleven. Heb je nog iets met Emmen? Zit het nog ergens? Ja, als iemand vraagt waar je vandaan komt en je zegt Emmen, dan geeft dat nog wel eens een shock. Bij mensen. Och, Jezus, ziel. Wat erg. Maar ik heb hier fantastische jeugd gehad. Ik ben tot mijn 15 in 3 huizen gewoond hier in Emmen. Op 3 plekken. Ik heb fantastische jeugd gehad. Wat zie je als je ernaar kijkt? Een huis en een kerk. En het gaat wel mooi in elkaar over ook. Ik ben altijd wel van de lijn. Ja, daar kijk ik altijd naar als ik op de snelweg rijd. En ik heb je van die bruggen er zo overheen met die fietsers. En dan zie ik een fietser en denk, nee, is nog niet goed, is nog niet goed. Ja, nou ziet hij goed, ping. Ja, weet niet, dat is iets in mijn hoofd, zo denk ik. Ik ben vrij chaotisch en als ik dan beelden maak, dan moet het allemaal heel strak zijn en schoon. Maar ik zou het wel heel grappig vinden om even te kijken. Mag dat even? Nou, hartstikke leuk, man. Ja, super. Grappig. Dat ik hier ooit nog eens weer zou komen. Ja, dat is veranderd, ja. Dat hebben ze echt gesplitst. Want dit was een hele grote kamer met schuifdeuren, dat weet ik nog wel, met glas en lood erin. Grappig, hoe je de toren erin ziet weer spiegelen. Dit zal mijn zandbakje geweest zijn. Dit soort dingen, die hoor je toch te doen als je oud en bejaard bent, dat je teruggaat naar je roots. Zijn boek Sportret komt volgende maand uit. Daarin brengt Van der Wij 30 jaar sport op iconische wijze in beeld. Oké, als coach zo en dan dat fanatieke, terwijl je met al die gezonde lijven bezig bent. Deze foto van de Paralympics in Londen prijkt op de voorkant van het boek. Ik heb, ik geloof, 10 Olympische Spelen gedaan. 23 Tour de France's, Vuelta, Giro's, WK's, EK's, voetbal. En ik vond het een van de leukste evenementen. De Paralympics in Londen. Geweldig. Als er dan een beperking is en je kan nog zo ontzettend veel. Als je zwemmen ziet zonder armen, dan denk je, je kan wel iets gaan doen, maar zwemmen lijkt me nou niet handiger. Nou, zo verschrikkelijk snel. Ik vond het echt geweldig. Met deze foto van drievoudig tourwinnaar Greg LeMond won Van der Wij de World Press Photo Award. Hij is gemaakt in de kille kleedruimte na afloop van Parijs-Roubaix. Ik kom daar en hij zit daar met zijn mond vol. Hij kan niet eens meer kauwen. Hij heeft zo'n zilverpapiertje naast zijn liggen. En er is een dakraam en precies daar viel het licht door. Precies in zijn hokje. De rest was allemaal veel donkerder. Van der Wij staat vaak op het goede moment op de goede plaats. Het valt hem toe, zegt hij daarover. Ik ben nog regelmatig zeer verbaasd wat ik maak. Ik denk, goh, heb ik dat gemaakt? Wat leuk. Deze was ook heel grappig. Dit is een fat boy. Zo'n zitzak. En ik kwam in Rosmalen bij tennis en dan moet je even wachten en dan hebben ze weer tussen die, een pauze tussen die sets in. En toen kwam ik de baan op en ik ga daar zitten en ik kijk zo, ik denk een zitzak. Ik zeg tegen een collega naast me die er al zat, ik zeg van wat, ja daar zit lijnrechter in, die sponsor natuurlijk, Fatboy. Ik zeg oké, dat is wel heel apart. En ik zie een lijnrechter komen naar de pauze en that's a Fatboy. En die gaat in de Fatboy zitten. Ik denk, maar ik ben klaar. Ik moet alleen nog een balletje op hebben. Daar ben ik een uur mee bezig geweest. Om een ontzettende klote balletje er nog op te krijgen. Dat gaat natuurlijk razendsnel. Ik fotografeer echt op gevoel. Ik fotografeer niet op techniek. Ik heb geen opleiding gehad. Ik ben
echt autodidact. Ik doe het om voor mijn gevoel, om iets te laten zien. Ik vind het ook mooi om in de natuur te fotograferen, dus daarom vind ik wielrennen leuk, daarom vind ik marathon lopen. Vind ik leuk. Marathon schaatsen. Tot zijn 15e woonde Van der Wij op 3 verschillende plekken in Emmen. De liefde voor mooie plaatjes ontstond hier. Toen ik op de Prinsessenlaan woonde, dan ging ik altijd op mijn fietsje daar over het spoor. En dan ging ik hier het verlengde van deze straat ergens naar een kantoor van de, voor mij, Emmerkrant. En daar stond ik, ik denk 3-4 avonden in de week, met een zakje patat. En jat ik een kwartje bij mijn moeder uit de portemonnee. En met de gedachte, betaal ik later allemaal terug. Nou, daar heb ik heel veel van teruggestopt. En dan ging ik daarheen. En dan stond ik voor die Emmerkrant en dan was ik gefascineerd. Want er hingen al die foto's die geseind waren. Maar die werden pas na een maand ververst. Dat is niet zoals nu natuurlijk. En daar kon ik ademloos naar kijken. En er waren 2 beelden van uit Belgisch Congo. En die kan ik nog zo voor mijn geest halen. Op het ene smeekte die man om zijn leven, een Belg. En toen was die ellende daar. En het volgende beeld lag hij dood naast zijn auto. En dat fascineerde mij wat er tussen die 2 beelden is gebeurd. Op de een of andere manier. Nee, er is helemaal niks van overgebleven. Alleen dat, het was een schuine deur die erin zat. En die is nu nog schuin. Het is weg, het is voorbij, het is klaar. Alleen ik heb er wel hele goede herinneringen aan deze grond. Hier kom ik weg.